little kleine update. NoFap dag 9. Dus wat heb ik gedaan vandaag? Vandaag om 6 uur opgestaan. Ja, 6 uur. Ja. En Dell die beluisterd. Ook vanaf morgen. Oh, vanaf morgen heb ik een nieuwe. Pezen, ja. Ik wil like, een nieuwe ochtendroutine een keer toepassen. Kan dat ik voor een week. Ik ga voor 1 week of wel 2 weken doen. Het is in van hoe dat de effect zijn. Normaal mijn ochtendroutine is altijd vanaf dat ik opsta direct Aaron Dowdy. Die meditatie. Voor je onderbewuste te herprogrammeren. Maar ik doe dit nu al een maand of 3. Misschien zelfs 4. Zo zijn 4. En ja, ik wil het weer iets anders proberen. Is de Wim Hof methode. Is omdat. Ik weet niet, het lukt niet, vind ik. Het gaat niet zo goed like, dat ik zou willen. Omdat ik weet. En vorig jaar toen ik dat begonnen doen ben. Dan voelde dat ook heel anders. Dat was echt een mega crazy effect. Echt zat. En dus gewoon de Wim Hof methode met direct de koude douche erna. Dat wil ik implementeren. Maar ik heb ook een nieuwe meditatie gevonden van Mind Valley. Ik weet niet of je dat kent, Mind Valley, maar die man is zot bezig. Overal gratis webinars die ik kan volgen. Maar ik heb zo Mind Valley. Via Facebook of YouTube, boeien. En dan om 10 uur moest ik in de VDAB zijn. Daar een gesprek had over jobs te solliciteren en al. Ik ben er een paar uitgekozen. Maar mijn zenuwstelsel was vandaag mega prikkelbaar. Ik kon ook gaan kijken naar Ruby's training, maar dat ging thuis niet. En dan ben ik nog naar Holland en Barret geweest. Daar nog een beetje info gevraagd over mijn sollicitatiegesprek. Het juiste nummer gegeven. Dan ook één andere jobsollicitatie nog gedaan, rechterover. Bij Jack Wolfskin of zoiets. Ik wil ook wel echt waar weer. Wanna get that money. En wat nog? Ja, daarna naar huis geweest. Strandje dan vanmiddag. Smiddags dan een strandje. Een beetje bij vriend gezeten. Maar ik vond het niet zo chill. Om eerlijk te zijn. Ja, het was niet. Bij meer en meer. Het is niks tegen hen, hè. Het is gewoon wel meer en meer omgaan met mensen waar ik. Ik heb wel al gevibed met die mensen, maar. Ik wil dat meer mee viben like, op een spiritueel vlak en veel dieper vlak. Like dat thema wel, we kennen dat gedaan met die mensen. Diep, diep connected, maar. Ja, gewoon die. Dat spirituele mensen die veel heel spiritueel bezig zijn met meditatie ook en al. Like, dat zijn de mensen dat ik mee viben. Ik vind dat gewoon mega nice. Ik ben meer en meer die. Zo, dat is iets dat ik wil. Dat is maar eigenlijk. Niet dat ik anders zie of zo, hè, maar. Ik hou gewoon van dat spirituele, ofwel de mensen dat diepe. En ook gewoon de humor waar dat ik mee. Viben. Like iedereen heeft ook een andere humor. En ja. Even by the way, ik ben snel nog Martijn. Met hem vond ik echt massa chill die keer op KV. Dat was echt fucking nice. Dus ja, dat was mijn dag. En nu is ik. Ja, toen nog naar de fitness geweest. Daar een meisje en haar boyfriend te zien. Dat meisje vind ik mega chill. Allee, ze zit er mega chill uit. Ik ken dat niet hoe, maar. Als dat mega positive vibes. Wat dan in het verleden al anders was, vond ik lekker. Maar ja, verleden boeit niet. Het is wat dat is. Dus ja. Ook vandaag een beetje last had van mijn pijnlichaam op strand. Maar again, is wat dat is. Dat is al een tijdje alleen dat ik nog mijn pijnlichaam gevoel dan. Ja. En ik probeer met te zoeken hoe dat ik moet jij alleen hoe dat ik daar kan mee omgaan. Dat is een blijvend leerproces. Zo'n in hun nu gaan. Dus ja, dat was mijn dag. Dat was een kleine update. En dus ik video aan maar uit. Peace out, brothers. Ah ja, dad.